De omstreden blaashal in Elst staat er nog steeds niet en het is ook onduidelijk of deze er nog gaat komen. Afgelopen juli kreeg hockeyclub HCOB van het college toestemming om een hal op haar terrein te plaatsen. Omwonenden spannen daarop een zaak aan omdat de hal niet alleen hun uitzicht, maar ook hun woongenot zou aantasten. Ook tekenden ze bezwaar aan bij de gemeente zelf. De bezwaarschriftencommissie van de gemeente over Betuwe gaf de omwonenden vervolgens gelijk. Ze is van oordeel dat de bestreden beslissing op onvoldoende zorgvuldige wijze tot stand is gekomen. Het college bezint zich nu op de uitspraak van de commissie die haar de opdracht gaf de vergunning te herzien. De blaashal had er eigenlijk per 1 november moeten staan voor een periode van zes maanden. Nu dat niet het geval is, is de gemeente in overleg met scholen om te kijken welke andere tijdelijke mogelijkheden er zijn voor het bewegingsonderwijs. Ze verwachten snel duidelijkheid te hebben wat er maximaal mogelijk is qua locaties en uren en hoe de scholen dat kunnen inpassen. De gymzaal van het voormalige OBC-gebouw wordt hierin meegenomen, laat de woordvoerder weten.